Het wereldkampioenschap wielrennen is voor de Belgische wielersporters op een schitterende manier geëindigd. 1 en 2. Dat hadden de Belgische profs in het verleden nog maar 2 keer gedaan. In 56 in Denemarken met Van Steenbergen, Van Looy. En in 63 in Ronsen met Beheit en Van Looy. En nu dus vandaag weer 1 en 2 in Japan. We gaan kijken naar de beelden. We zijn in de derde ronde. Dit WK ging in totaal over 18 ronden van 14,5 kilometer. Elk dat is samen 261 kilometer. Peter de Klerk versnelt op de zware klim, 2 kilometer lang, slotgedeelte 11%. Het was zeer warm ook, 28 graden bij de start en in de loop van de wedstrijd steeg het kwik tot boven de 30 graden. Neem daarbij nog een hoge vochtigheidsgraad, dus zeer zware koersomstandigheden. De Klerk is dus in de aanval gegaan, hij lanceert de eerste belangrijke aanval en deze man heeft minder geluk, dat is Dag Otto Lauritsen, de Noor. Hij is in de gevaarlijke afdaling tegen de grond gegaan. Maar Lauritsen komt snel weer overeind. We zien hem straks nog weer. 20 renners voorop. 4 Fransen. Leblanc, De Lyon, Rué, Gaillant. 4 Spanjaarden. Moléon, Martinez, Chozas, Cobinho. 3 Belgen. De Klerk, De Wolf, Bruineel. 3 Italianen ook. Ballerini, Cengialta en Cesarini. 2 Zwitsers. Jerman en Wegmuller. En voorts de Deen Andersen. De Pool, Czerzinski. De Brit Holden, maar die gaat niet lang mee. En de Nederlander Ducro. En let op, want daar gaan ze weer. Opnieuw op dezelfde plek van daarnet. Een afdaling à la Poggio, zou je kunnen zeggen. En gelukkig regende het niet. De Italianen hebben 3 renners in de kopgroep, maar het zijn 3 helpers. Daarom houden ze er hier in het peloton het tempo in. De Italianen rijden zoals gebruikelijk met een sterke ploeg die niet aarzelt de wedstrijd in handen te nemen. De achterstand loopt op tot 6,5 minuut. Dat was op het einde van de 7e ronde. Hier Peter de Klerk in beeld, de basislegger dus van die vlucht. De hardste werker ook. En coach Eddy Merckx moest hem geregeld intomen. Met het temperament van de Klerk is dat niet zo simpel. De Klerk moest geregeld inderdaad tot de orde geroepen worden door Eddy Merckx. Voor wie het zijn 5e WK is als coach. We zitten nu op het einde van de 9e ronde in de bevoorrading vlak voor de finish. Er komt wat beweging in de kopgroep. Een renner die zijn eetbeurt overslaat. Anderen nemen wel de tijd voor hun etenszakje. De kopgroep verbrokkelt. Sommige renners laten zich daar verrassen. Hier zien we de versnippering zeer duidelijk. Met Johan Bruineel onder meer. De kopgroep van zo net ligt dus definitief uiteen. Uiteindelijk zullen ze met 13 vooraan overblijven. En dat in de 10e ronde. Dat is na goed 130 kilometer. Bij die 13 3 Fransen, 3 Italianen, 2 Zwitsers, 2 Spanjaarden, 1 Deen, 1 Pool en Dirk de Wolf natuurlijk. De Klerk en Bruineel die zijn gelost. Hier hebben we Dirk de Wolf. Dan maken we een grote sprong in het wedstrijdverhaal. We komen in de 15e ronde. Tot de finish is het nog zo'n 70 kilometer. Het peloton, nog altijd geleid door de Italianen, volgt op een goede 1,5 minuut. We zien daar ook titelverdediger Greg LeMond. We zijn in het land van de reizende zon. Voor het eerst is het WK in Azië gehouden. Verandering van de situatie vooraan. Ze zijn nog slechts met 6. 2 Zwitsers, Wegmuller Jerman, de Italiaan Ballerini, de Fransman Gaillant, de Spanjaard Cobinho en Dirk de Wolf. En die 6 blijven niet samen. Wegmuller die wordt gelost, definitief, net als Jerman. Maar die heeft het geluk dat hij opgeraapt wordt door een tegenaanvaller en dat is de Noor Lauritsen. Hier zien we Jerman met Lauritsen en ze komen weer vooraan. Zes leiders, we zien ze hier vooraan rijden en in de achtergrond eveneens een groepje van 6 met Rudy Danes daarbij. We zien opnieuw op die zware klim met Lauritsen die demareert, de Wolf reageert, Ballerini moet passen, evenals Gaillant, Wegmuller en Cobinho. En kijk eens wat hier gebeurt, Dirk de Wolf maakt zich boos, wellicht omdat er nog wagens tussen de twee leiders en de achtervolgers rijden. En pardaf, daar gaat hij tegen de grond. De Wolf verbouwereert, verontschuldigt zich, maar Lauritsen kan er niet om lachen. Zijn broek is nu aan weerszijden gescheurd. Daarmee is de situatie natuurlijk veranderd. Gaillant Danes die is teruggekomen, net als de Spanjaard Leasni Barutia. En Dirk de Wolf, bijzonder snel te been en in de benen nog veel kracht. We gaan de laatste ronde in, nog 14,5 kilometer. Voorsprong van de 4 leiders bedraagt 36 seconden. De Australiër Hodge komt mee vooraan. Hij wipt in zijn eentje van peloton naar de leiders. Laatste beklimming voor het peloton. Daar moet het gebeuren. Daar moeten de favorieten naar voren komen. De Belgen die daar nog zitten, Dernies, Criquelion en Moreels, rijden een prachtwedstrijd in dienst van Danes en de Wolf vooraan. Zij counteren alle tegenacties en blokkeren geregeld dat peloton.
Greg LeMond, het is uitkijken naar hem. Wat kan hij nog? Hij heeft dus gegokt door op het allerlaatste moment naar Japan af te reizen. De Italianen waren al 2 weken daar. De Belgen ergens tussenin. Dat zou de slechtste oplossing zijn volgens wetenschapsmensen. Maar ja, wat kennen die van wielrennen? Intussen is de Spanjaard gelost vooraan. En ook Gaillant. En helemaal in de verte zie je daar nog 2 renners rijden. Kijk maar, Danes en De Wolf. Ze zijn met z'n tweeën weggegaan. In de afdaling De Wolf en Danes. Opletten in die slotronde natuurlijk. En dan de achtervolgers. Daar komt Gaillant. U ziet, het verschil is niet groot. En het peloton zit ook niet zo ver. En dan Pedro Delgado met Legarreta. De Spanjaarden die proberen nog wat. LeMond aan het wiel. De Italianen zijn er natuurlijk ook nog. En Sean Kelly mocht er op sprint aankomen, niet te vergeten. Criquillon hier. Steve Bauer is er ook nog bij. En daar Gianni Bugno, die zit toch wat ver eigenlijk. Kijk eens, vooraan De Wolf en Danes. En daarachter de twee dus. De tweede groep bedoel ik dan natuurlijk. Kan die nog terugkomen? Waar zitten we? De laatste kilometer, het is bekeken. Danes of De Wolf worden wereldkampioen. Dat is zeker op dat moment. En dan is Danes de snelste van die twee. De Wolf die heeft ook zeer hard gewerkt. Was al van in de derde ronde in de aanval. En is blij met zijn tweede plaats. Danes haalt het voor Dirk De Wolf. En dan 8 secondjes later. Het verschil is klein gebleven. Bugno die wordt derde, voor hem dus de bronzen medaille. En de twee helden van de dag vallen in mekaars armen. Een moment dat Rudy Danes nooit meer zal vergeten. Hij krijgt de regenboogtrui uit de handen van Hein Verbrugge, de voorzitter van de profsectie in de Internationale Wielerunie. Daarbij hoort ook een gouden medaille. En dan begint hij te geloven. Misschien toch wel iets ontgoocheld ook, Dirk De Wolf. Prachtige wedstrijd gereden en zal veel lof krijgen, maar ja, hij is toch maar tweede. De meer volledige uitslag, Danes dan, De Wolf, Bugno, LeMond. Sean Kelly is 5e, Jalabert de Fransman 6e, Wels de Deen 7e, Kappes de West-Duitser 8e, Fondriest 9e, Criquillon 10e, 3e Belg dus. De andere Belgen die de wedstrijd hebben uitgereden, Dernie 37e, Moreels 41e en Frank van der Abele 52e. 57 renners hebben de wedstrijd uitgereden.